zat binnen in een laboratorium, dus dat is in een hok. Ze zijn nooit buiten geweest, dus ze kennen niet de zon, het gras, de lucht. Goed zo! Als jullie Molly niet uit het laboratorium hadden gehaald, ja, wat was er dan nu met haar gebeurd? Geëuthaniseerd, dan bestond ze niet meer. Het hart van een hond zit qua aansturing, bedrading, hoe de hartslag wordt geregeld, lijkt dat veel op het hart van de mens. Als er bij een bepaald geneesmiddel moet worden gekeken of het bij langdurig gebruik effecten op het hart heeft, dan is de hond daarvoor een geschikte diersoort. En een muis veel minder, want dat hartje is veel kleiner. Het is echt te vroeg, er wordt hard aangetrokken, ook hier op het Erasmus MC. En hopelijk heeft dat meer mogelijkheden om onderzoek voor de mens direct op menselijk materiaal te doen. Maar het is echt nog even afwachten wat dat oplevert.